Vaste Radio. Wat gebeurt er in de maatschappij? Politiek en economie. Culturele achtergronden. En entertainment. Je blijft altijd up-to-date. Diaspora Talk. Boy, je hebt zoveel zoveel nood op je zang, wil ik zeggen. Maar dat vind ik alleen maar leuk. Ik denk, jij bent een van de eerste minister die hier op deze zender, zelfs de zender, sprak. Telefonisch vanuit Suriname. Je hebt een plan en je wil een brug over de quarantaine-rivier bouwen. Hoe staat het daarmee? Is het dan laat me je wat vertellen, want misschien ben ik niet de eerste. Mm-hmm. Het is een oud initiatief van 30 jaar terug. Okay. De brug van Hoogrussaar is geen ontdekking van mij. Is ook iets dat 30 jaar terug gedaan moest worden. Ik heb die projecten uit de laag gehaald omdat ze goed zijn voor het land. Maar ze zijn vervelend om uit te voeren. Dat is het probleem. Maar ze moesten al lang worden uitgevoerd, anders hadden we vandaag deze problemen niet. En het komt dan een beetje ongelukkig over. Ik krijg de rekening van alle scheldkanonades, die ik goed kan verwerken. Je wordt ervoor betaald, hè? Om uitgezonden te worden. Ja, hoe krijg je onderdeel van je werk? Hoe krijg je uitscheldkanonades toelagen? We hebben geen idee. Maar het heeft te maken met, soms moet je... Een minister die niet durft, die moet dan ook geen minister zijn. Punt uit. Ik kan je ook een voorbeeld geven. Hoofdbureau politie. Geen enkel minister regering heeft het willen oplossen. Maar ik heb het wel opgelost. En die oplossing staat geen enkel wetenschappelijk boek. Maar ik ben gegaan voor de oplossing. Omdat die oplossing is niet om iets te bouwen. Is bedoeld voor een stuk ontwikkeling. Dus terug naar Quarantainebrug is ook iets van het eerste project dat de regeringen al lang moesten doen. Maar goed, toen waren de middelen er misschien niet. Wat is gebeurd bij dit project? Laat me dat ook vertellen. We hebben hem inderdaad ook weer heraanbesteed. Omdat de vorige regering een eenzijdige aanbesteding had gedaan. Wat mag. Er is niets verkeerds aan. Maar we hebben hem heraanbesteed. We hebben hem internationaal heraanbesteed. Onder de nieuwe eisen en voorwaarden. En dat traject is goed afgesloten. Mijn opdracht was voor de regeringen. De opdracht van de presidenten naar de ministers van OV van Guyana was om technisch correct voor te bereiden. En dat hebben we gedaan met de hoogste standaarden. En dat traject is succesvol afgerond. Er staan dus alle studies nu. En alles wat je wil weten, staat erin. En de opdracht van de minister van Financiën van beide landen was om de financiering te gaan regelen. Dus op dit moment wachten we op de financiering. En als dat beklonken kan worden, dan kunnen we inderdaad starten met de bouw. Waar moet die financiën vandaan komen? De eerste eis van beide regeringen was dat de financiën moeten komen van bilaterale samenwerkingen van landen. En het moest komen, kan niet op het woord vallen hoor, maar het moet komen van non-commerciële leningen. Dat is de eerste voorwaarde. Dus daar is een ronde voor gedaan en de aanbiedingen zijn bekeken, maar we hebben nog geen besluit gehad. Maar ik denk bilaterale leningen van... Je moet wel concreet een vriend hebben bij je kan aan. Ja, nee, kijk, verschillende landen hebben aangeboden. Ja, om hoeveel geld gaat het? Het gaat om ongeveer $300 miljoen. $300 miljoen voor die brug. Ja. Ik heb ook mensen gesproken die zijn ietsje kritischer dan je. Sterker nog, zijn juist kritisch naar uw beleid. Die zeggen van jongens, er is geen degelijke studie gedaan over de brug, over die haalbaarheid, over economische waarde van... Ja, ja. Ik bedoel, $300 miljoen gooi je een brug, hoe weer terugverdienen? Ja, kijk, die mensen weten meer dan mij, dat is het probleem in dit land. Alle studies zijn uitgebreid gedaan. Mooi. Als je geen verstand hebt, praat niet over een onderwerp. Dat is altijd wat ik zeg. Alle studies zijn uitgebreid gedaan. Je kan alles vinden in detail. Nu is er een andere vraag. Gelukkig ben ik technicus. Ingenieur, hè? Ingenieur. Ja. Tuurlijk, als je een weg bouwt naar een ander land met een kleine populatie, zal elk wetenschappelijk boek eindigen op negatief advies. Dat weet ik. Daar hebben we niets aan. De kunst is om verder te kijken. De brug over de Suriname rivier was toen ook niet visible. Maar vandaag zien we wel wat het belang is van de brug over de Suriname rivier. Dat is hoe je het leert in de boeken. De boeken zijn niet door ons geschreven. De boeken zijn geschreven door landen waar die boeken aan voldoen. Dus als je dat recept één op één overneemt, ga je op negatief eindigen.
Als jij als land je eigen criteria niet durft te stellen, toch, dan ga je ook nooit ontwikkeling brengen. Dus wij hebben onze eigen criteria. Voor ons is bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld, verkeer van handel moet bijvoorbeeld binnen 24 uur afgehandeld kunnen worden, misschien belangrijker dan de kosten bijvoorbeeld. Voor een bank zal het omgekeerd zijn. Daar zal de kosten belangrijker zijn dan het andere doel. En zo werkt het. Dus de studies zijn allemaal daar. En het besluit is dat binnen het IRSA-project, dat al 10, 20 jaar uitgezocht is, dat de verbindingen over de Marwijnrivier en de verbinding over de Quarantainrivier en de andere rivieren gemaakt moet worden. Die discussie is al voorbij. Dus de mensen die nu discussiëren moeten gaan slapen. Die discussie is al lang voorbij. En de boven het brug van de Suriname-rivier, Weidenbosbrug, is daarom gebouwd. Over Kopenhagen is daarom gebouwd. En nu moeten er nog twee bruggen komen. En Brazilië heeft dus ook als het is voor heel Zuid-Amerika. Ja. Die legt nu de weg aan van Guyana naar Brazilië. Dat is de ontsluitingsweg. En de volgende is, maar die is nog niet uitvoerend, is Frans-Guyana naar Brazilië. Die weg is er al. Maar die wordt nog niet verhard. Maar die van Guyana naar Brazilië, die wordt nu verhard. Dat wordt een highway. Guyana naar Brazilië? Ja. Heeft Suriname niks mee te maken? Nee, maar dat zit in het eerste project. Dat heeft men zo toen geprojecteerd. Mm-hmm. Vanwege de handel van Brazilië met Guyana. Die is ja, vele malen groter. Dat is buiten Suriname. Ja, ja, ja. En die is vele malen groter. Maar dat is zijn uitvoering. Ja, ja. Het zijn veel meer dingen buiten Suriname in uitvoering. Ook hier zijn we aan het bouwen. Ja, toch? Oké. Je zei net, je hebt het politie van het politiebureau heb jij opgelost. Ja. Eigenlijk ging het om een bureau. Dat gebouwd zou worden, maar die is niet afgebouwd. En wat is het verhaal? Ja, laat me goed nadenken. Er was inderdaad, men was ooit gestart met de bouw. Ja? Dat is ongeveer 15 jaar terug. Ja, dat weet ik. Dacht ik, of 20 of jaar iets terug. Langer, iets langer, misschien 30 jaar terug hoor. Maar men is zo en het gebouw stond daar. Mm-hmm. Zijn regering gekomen, ministers gekomen. Niemand heeft gedurfd toen er geld was. Het probleem op te lossen. Dat gebouw is het hoofdbureau van politie, is het symbool van versterking van de rechtsstaat. Het gaat dus niet om het gebouw en hoeveel miljoen. Het gaat om de waarde van de veiligheid en de rechtsstaat. Dat kan je niet betalen. En deze regering heeft gezegd, de rechtsstaat is te belangrijk voor Suriname. Dus heb ik inderdaad het oud gebouw laten evalueren. Het advies is gevolgd. En er moest toen een besluit worden genomen. Hoe gaan we verder? We hebben ook een heraanbesteding gehouden voor een ontwerp binnen het budget. Omdat de minister van Financiën van Zijken ondersteunt het initiatief. Maar dit is het budget die je hebt. En het aanbesteding is dus gehouden binnen het budget. En daarvoor moest het oud gebouw dan verdwijnen. Mm-hmm. En er komt binnenkort een nieuw gebouw dat misschien een beetje kleiner is dan het vorige ontwerp. Maar binnen het budget zal zijn, maar wel voldoet aan de eisen die de politie stelt, heden ten dagen. En wanneer men meer geld heeft, kan men altijd uitbreiden. Oké, maar dat is nog niet gebeurd. Je hebt het nog niet opgelost, het gebouw staat er nog niet. Nee, het gebouw is al weg, wat niemand had willen doen. Opgeruimd. Ja, die is afgeruimd. Ja, maar dat is afgekeurd, dus dan moet je die opruimen. Dus je hebt het opgeruimd. Ja, maar zo staan er veel monumenten en niemand lost het probleem op. Mm-hmm. Omdat niemand durft. Want dat recept staat nergens in een boek. En men zoekt naar dat soort dingen. Dus dat is nu gebeurd. Tweede is dat binnenkort, ik denk binnen 4 weken, de aannemer zal voldoen aan alle eisen. En dan mag de aannemer starten met de bouw. En wanneer is het gebouw klaar? De bouwtijd is ongeveer een jaar. Oké. Okay. Ja. Dan is die operationeel? Operationeel, en dat wordt dan het nieuwe hoofdbureau van politie? Ja. Van de haven komt dan daar, want al die gebouwen van de haven moeten vroeg of laat weg. Ja. Want de haven weer uitbreiden en komt die daar. Maar het gaat meer om herstel van die rechtsstaat. Ja. Het is eigenlijk symbolische waarde. Dus los van het feit dat het een werkfunctie heeft, uh-huh. is het weer het gezag terugbrengen. Het gezag van dat hoofdbureau politie moet terug hersteld worden in dit land. Ik wist het niet, maar het gebouw stond aan de waterkant en was zoveel jaren terug in brand gestoken. Om wat voor reden ook. Nou, de politie vroeg. Kan je over vertellen. Okay. Ja, de 80 boten zijn en dan heeft boom. Ja. Dus dat moet terug worden gebracht. Zoals het parlement.
Het parlement was ook verbrand. Ik was toen in het parlement en mevrouw Simons was voor, heeft alle moeite gedaan om het gebouw terug te brengen op dezelfde locatie. Het gaat om herstel van, in dit geval, de wetgevende macht, dat terug moest zijn op zijn plaats. Ik las ook op de site van Total Energies, iedereen weet het al, ze willen geld gaan investeren op olieplatform in Suriname, 10 miljard, niet in Suriname zelf, maar op het platform gaan werken. Suriname, ze denken van, we krijgen 10 miljard, maar dat is niet waar. Nee. Wat is de rol van OE hierin? We hebben niet een directe rol, maar wel een belangrijke rol voor de komende jaren, omdat één... Natuurlijk wordt die olieplatform gebouwd, maar ondertussen de afgelopen jaren hebben we heel wat bedrijven al ingespeeld. En wij hebben toevallig, wij zijn een bouwministerie, dus wij hebben vele bouwvergunningen gehad. Zoals de bouw van havens, bouw van verschillende uitbreiding van fabrieken en heel veel hotelaanvragen die zijn gekomen. En mega appartementencomplexen. Men speelt al in op de behoefte dat heel veel mensen natuurlijk onderdak gaan moeten krijgen. Dus dat is voorlopig onze rol. De tweede belangrijke rol die we zullen krijgen is wanneer de keuzes van de terminals bekend zullen zijn, dan zullen die uitvalswegen allemaal geupgraded moeten worden ten behoeve van het verkeer en de veiligheid. Dat weet ik een beetje zo qua eisen van de offshore, maar de meeste werkzaamheden van hun vinden op zee plaats. Ik heb daar op zich geen bemoeienis mee. Dus bijvoorbeeld de vliegvelden zoals Schummels, die binnenkort open. Dat was een van de eerste vergunningen die we afgegeven. Dat is 4 jaar terug en vandaag wordt hij geopend. Vandaag wordt hij geopend? Oh, in deze dagen. Hij is ready. Ja, ready to open en daar zit een helikopterplatform op. Dat is voor... Dat is bij weg naar zee. Ja, maar dat is voor interne vluchten? Nee, dat is voor de offshore. Oké. Okay. Is speciaal voor de offshore. Oh, mooi. En zo zijn er meer aanvragen. Dus we hebben meer die taak van bouwvergunningen uitgeven. Maar de mooiste ontwikkeling gaat komen wanneer we het wegennet ten behoeve van die offshore business in Paramaribo of in een ander district, want ik weet nog niet waar de hoofdterminal van ze zal zijn. Okay. En vandaar zullen de uitvalswegen gegarandeerd veilig moeten worden gemaakt. Dat betekent, je weet onze wegen... Je gaat een beetje mee met de wegen. Hier in Nederland niet. Je gaat kunnen stug maar luisteren. En die moeten we een beetje krijgen zoals jullie dat hier hebben. Mooi zo. Hey, Maria, je bent nog 7 maanden minister. Ja. Hoe kunnen wij terugkijken op jouw periode als minister van OW? Voor mij een van de belangrijkste ministeries in Suriname, OW. Wat heb je allemaal gedaan in 4,5 jaar. Ja, het is jouw track record zelfs, minister? Laat me met het achterste beginnen. Met het eerste. Het ministerie is een probleemministerie geweest. Ja, zeker. Voor vele, vele jaren. Het is een ministerie dat veel geld nodig heeft. Het is niet de leuke periode geweest. Dat hebben we allemaal meegemaakt. Want bijvoorbeeld... vuil kan ik niet altijd optimaal ophalen, niet nu alleen. Ik kon vroeger de wegen, de gaten niet lappen, dus alle couscousjes moest ik inslikken. Wateroverlast, groot probleem, het zal nog doorgaan, de couscousjes zullen komen, ik moet inslikken. Onvoldoende middelen. Er komt een tijd dat het ministerie weer in volle bloei zal zijn. Ondanks onvoldoende middelen, ondanks een IMF-programma, ondanks een helemaal afgebrokkeld ministerie ik ben met 0 bijna gestart. 0 machines, 0 projecten, 0 dit, 0 dat. 0 harken, 0 veiligheidsvesten. Met alles was ik op 0 begonnen. Kan ik wel met trots zeggen dat ik bijna met 75% zekerheid weet en kan zeggen dat wat het ministerie heeft gedaan in deze 5 jaar, en dan praat ik niet over alleen projecten, meegenomen de herstel van de couscousjes, want 4 jaar terug had ik elke dag couscousje, elke dag was er gat in de weg, vandaag heb ik maar uit de 1000 één couscousje, of 2 couscousjes, want we hebben wegen, we zijn gestart om wegen te rehabiliteren, ondanks deze zware beperkingen. COVID, overstroming, droogte, etc. Al deze crisis meegenomen.
ben ik met 75% zekerheid, ik wil het zelfs hoger zetten hoor, hebben we het ministerie weer opgetrokken tot een ministerie waar we trots op mogen zijn, maar we zijn er nog niet. Het is een ministerie waar vandaag elke ambtenaar binnen 1 seconde alle informatie krijgt van OV. Dat bestond nooit. Vandaag is een ministerie waarbij aanbestedingen online zijn. Bestond nooit. Iedereen kan alles zien wat hij wil. Het is een ministerie waarbij onder mijn beleid, zolang ik er ben, iedereen alles mag komen halen en krijgen wat hij wil. Het is een ministerie waar vandaag wat je vraagt, krijg je. Vroeger was dat niet mogelijk. Vroeger was het niet mogelijk dat je bij de minister kon komen in de kamer. Vandaag mag iedereen binnenkomen. Vandaag is het mogelijk dat elk personeel, lid, zelfs een bevordering zelf mag aanvragen. Wat vroeger nooit kon. Veiligheid. Vandaag, waar het 5 jaar terug niet mogelijk was om broeskotten te krijgen, hebben we vandaag een voorraad aan broeskotters. Dus zo zijn heel wat zaken van nul gebracht omhoog. Van personeel tot gepensioneerden. Maar ook werkzaamheden. Waar ik met 0 machines begon, heb ik vandaag een aantal tractoren, een aantal poklijns, een aantal trucks, heel wat dienstvoertuigen ook aangeschaft. Dat zijn keuzes die je moet maken. En ik kan gewoon concreet opnoemen, want ik had het ook niet verwacht in al deze crisis, zijn we met wegenrehabilitatie begonnen. Landelijk, dat iedereen met zijn eigen ogen kan zien. Ik hoef het niet te zeggen. We zijn begonnen met rehabilitatie van bruggen en stijgers, waarbij we van hout naar beton gaan. De buurten zien het met hun eigen ogen. Wat jaren niet gebeurd is, is vandaag mogelijk gemaakt. Ontwatering, een van de grote issues. Dat ziet men niet, want het gebeurt aan de water. Vandaag worden pompgemalen die 30 jaar geen pomp hadden. Vandaag komen nieuwe pompen. De eerste zijn al op de haven gearriveerd. Dus het ontwateringsprogramma landelijk, er komen compleet nieuwe pompen. Met grote vermogens om in te spelen op ontwateringsproblematiek. Dus alles gaat een oplossing krijgen. Verkeer is mijn vierde. Veiligheid is mijn vierde stokpaardje. Mm-hmm. Na 30 jaar worden alle verkeerslichten vervangen. Dan is dat gedoe van uitvallen ook opgelost. Step by step. En een vijfde is het woningbouwprogramma. Dat spectaculair is. Het woningbouwprogramma wil ik wel even toelichten. Vandaag maken we gronden vrij, waar 1000 kavels zijn die 30 jaar zo in het bos staan. Die maken we vandaag bouwrijp. Je kan je paaltjes zien, je kan je perceel zien. En je wegen worden verhard en je krijgt elektrawater. 1 november zullen de eerste 1000 mensen hun kavel kunnen bezoeken. Gronden van 30 jaar terug, maar ook gronden van 5 jaar terug en van 10 jaar terug. En zo is er een hele achterstand nog. Maar wat ik kort wil illustreren is, wat onmogelijk was, is vandaag mogelijk gemaakt. En als dit beleid voortgezet wordt en we kunnen wat olieinkomsten krijgen, dan kan het versneld worden in een tweede periode. Daarom is het belangrijk dat de periode 25-30 moet dit beleid voortgezet worden. Anders vallen we helemaal terug. Het moet voortgezet worden. En dan zal in de tweede periode, 25-30, zullen de mensen op lokaal niveau inderdaad die vruchten plukken. Ze zullen die vruchten plukken. Maar daarvoor moet men geloof hebben. Men moet ook erkennen dat wat men ziet de waarheid is. Toch? Dus ik geloof er heilig in dat met verstandig beleid dit voortgezet wordt. En dat Suriname op deze manier, op een duurzame manier, de verschillende issues waarmee we zaten, opgelost worden. Want ik heb eigenlijk al bewezen dat het opgelost kan worden. Mooi zo. Je zegt net, koskosie krijg je als minister. Dat kan ik begrijpen. Je hebt een zware ministerie. Hè? Ja. Hoe weet. Maar aan de kant ben je ook de man die zegt van jongens, ik laat het vuil niet ophalen, want ontslordig, ja, ik straf jullie voor wateroverlast. Weet je, dat nemen mensen jou niet in. Nee. Of misschien begrijpen ze jou humor. Nee. Ja, dat ik ken jou als ja. Heel kort, maar als ik denk dat die Boris te zeggen. Ik denk dat iedereen vandaag begrijpt. Er zijn twee dingen wat men psychologisch genoemd. Er zijn twee dingen. Maar dat had je wel gezegd, dat hij met straffe Unu bewust
halen die sloten en die trends niet op omdat jullie zo slordig zijn als Surinamers? Nee, dat was het niet. Oh, okay. Even goed nadenken wat je had gezegd. Eén is... Tuurlijk, toen ik kwam als minister was, door gebrek kon je weinig doen. Tweede is, in dit land moeten we leren. En ik doe echt een oproep, vooral aan de jongeren. Om geen regeringen te kiezen. Politieke partijen, dit land niet kunnen besturen. Dit land is vanaf 1975 tot 2020 kapot gemaakt. Dan komt er een partij die herstelt. Het land wordt weer kapot. Ik heb het 5 jaar in mijn leven meegemaakt. En zo hebben verschillende mensen 5 jaar dit meegemaakt. En dat moet een keer stoppen. En ik ben hard wat dat betreft, maar mensen leren het niet af. Men is populistisch. Wie mooi kan dansen, daar geeft men de stemmen. Maar als dit het resultaat, men moet mij niet uitschakelen en komen klagen. Dat is het verschil. Ik ga het wel oplossen. Maar we moeten wel een keer snappen dat je niet op een partij moet stemmen die daar niet is om je problemen op te lossen. Hebt u 5 jaar, 10 jaar terug iemand horen klagen over wateroverlast? Niemand maakte zijn mond open. Hebt u iemand horen klagen over gaten in de wegen? Niemand durfde zijn mond open te maken. Hebt u horen klagen, mijn goot was niet opgehaald? Omdat die machines er niet waren. Vandaag zien mensen gele caterpillars rijden in hun straten. Vandaag zien mensen groene van het merk John Deere. Topmerken aan machines heb ik al. Vandaag zien ze het rijden in hun buurt. En ik zeg toe, er gaan meer rijden als het beleid wordt gecontinueerd. Maar vandaag zien ze met hun eigen ogen. Ik hoef het niet te zeggen. Ze zien met hun eigen ogen dat er vandaag machines rijden. En het derde ding is, vandaag mag men alles zeggen. Men mag praten. Ik kan meten. Ik ben blij dat ik van 1000 koskossies naar 5 ben geëindigd. Als het 1000 zou zijn, dan had ik bedankt. Oké. Okay. Nou, dat gebeurt nooit in de Kamer, hoor. Dat de minister de heer aan zichzelf houdt, heb ik nog nooit meegemaakt. Zo principieel zijn de politici in Suriname. Nou, maar daar heb je als minister niets gedaan. Ja. Je krijgt die tips, maar je hebt niet eens een investering gedaan. Je hebt niet eens een moeite gedaan. Ja. Dat is gebeurd in de vorige periode, toch? Ja. Men heeft niets gedaan. En daarom werden ze ook weggestuurd door de president. In de vorige periode zijn er bijna 10 ministers geweest, elk jaar 1. Ja. In de vorige 10 jaar staat meneer Boutersen, elk jaar was er 1 minister van OV. En we hebben nu een periode van 5 jaar. En nu hebben we voor 5 jaar 1 minister. Dat is prima, maar onder Boutersen werden ministers nog bedankt. Oh, dat is er niets deden. Die niet presteren, maar... Ja, ja. Maar hier presteren ook heel veel ministers niet, maar niet... Nee, dat is niet waar. Nee, dat is helemaal niet waar. Niet alleen van jouw partij, maar in dat, de coalitie. Er zijn zoveel ministers die... Ik kan niet verder dan 3 namen komen. Ja, nee. Ministers die ik denk van die presteert wel. Er zijn heel veel die presteren, maar de informatie komt niet naar buiten. En ik ben sommige zijn. Ja, dat weet je dat ook. Dat weet ik wel, ja. Dat is heel zwak. Ja, ja, ja. Maar ik wist helemaal niet dat jij buiten de media... Een gezellig persoon was, jongen. Waarom heb je zoveel problemen naar media, journalisten, columnisten, de Nita Ramcharan van deze wereld? Je zoekt geld zelf bij de staat, terwijl je geen geld hebt om rechtszaak te beginnen met journalisten en media. Waarom doe je dat soort dingen? Nee, kijk, meneer Stavast, ik ga je wat zeggen. Misschien overdrijf ik. Oh, ja. Ik wil niet jaffen. Maar misschien ben ik de enige minister waarbij alle media alles krijgen binnen een seconde. Ja, dat weet ik. Ik heb waarschijnlijk de meeste persconferenties. En ze zijn altijd overal uitgenodigd. En ze komen ook. Ja, ja. En daarom ben ik verrast, want jij bent iemand, je hebt contact met de media. Ja, ja. Ik praat voor mezelf, als diaspora hier. Je hebt altijd contact, je staat altijd klaar voor een interview als het je uitkomt, meestal. Ja. Maar waar is het misgaan dan tussen jou en de media? In de praktijk gebeurt er veel meer. Ik ga u vertellen, bij hoofdbureau politie. En gelukkig ben ik ingenieur. Hoofdbureau heeft me ook voor de rechter gebracht. Omdat men vond dat ik geen genoeg gronden had om te rechtvaardigen dat ik een nieuwbouw moest zetten. De wetenschappelijke rapporten waren daar gepubliceerd. En het besluit is inderdaad geweest. Ik heb de rechtszaak gewonnen. De rechtszaak is gewonnen. En dat is een... Kies voor de juristen om te promoveren erop. Omdat het antwoord niet in boeken staat. Ik ben trots erop. Welke rechtszaak heb je gewonnen? Tegen Staatsnieuws? Nee, tegen hoofdbureau politie. Oké. Okay.
Nu terug. Mm-hmm. Ik zeg altijd, waarom nodig ik de media uit? Zodat ze een goed verhaal in orde kunnen maken. Mm-hmm. Een technisch verhaal, sociaal-maatschappelijk verhaal, met argumenten, met formules, met ontwerpen en dergelijke dingen. Maar wat zien we de laatste maanden? De laatste maanden zie ik een trend, dat, en dat was al daarvoor hoor, dat men, zeker politici, tussen aanhalingen als honden behandeld worden. Dat heb ik vaker gezegd. En ik ga daar protesteren. Ik mag dat doen. En ergens moet je dat stoppen. Wie dat accepteert, accepteert dat is zijn norm. Maar er zijn, iedereen heeft zijn normen en waarden. Iedereen heeft zijn eigen regels. En de regels zijn niet van één persoon. Als ik tot jou praat, dan heb ik mijn normen, waarden en mijn regels. Maar ik dien rekening te houden dat jij ook je normen en waarden hebt voor jouw bedrijf. Die ik moet kennen. Als ik te ver ga, zal jij daar niet mee eens zijn. En dat is het probleem in Suriname. Men denkt dat iedereen de baas is en kan doen wat men wil voor iedereen, voor een ander. Ik hou daar ook rekening mee. Daarom, wanneer ik soms iets zeg in de media, vinden mensen het niet leuk, maar ik corrigeer het gelijk. Omdat ik inderdaad zeg, als die burger zegt, nee, mijn norm is dit, hou rekening, dan moet ik rekening houden. En ik moet weten, wat is mijn grens, tot waar ik wat mag doen. Feit is, naar mijn bescheiden mening, schaadt het de reputatie voor vooral de openheid, transparantie toon. Maar dat is mijn mening, toch? Het hoeft niet de mening te zijn van een andere persoon. En ik denk, wanneer je dit soort dingen laat, zal je achtervolg worden. En daarom zal je zien dat bij extreme zaken ik gelijk optreed. En als het niet kan, heb ik geen keus naar de rechtsstaat te gaan die we zelf hebben versterkt, om te kijken of die ook kan hebben. Hoe staan jullie nu? Nu ruzie met de media, ja. Waar is die ruzie? Nou, er is geen ruzie. Okay, dit is een concreet ding, ja. Waar ik vraag moet gecorrigeerd. Voor de rest is er van mij kan niets aan de hand. Ik zorg ervoor dat mijn informatie gedeeld wordt. Via alle kanalen die ik heb. Wij brengen voorlichting. Niet alleen via de media, via al onze mogelijkheden. We brengen zelfs huis aan huis voorlichting. Met onze eigen flyers, met onze eigen stations en dergelijke dingen. We hebben meer dan dat. Sommige mensen denken dat we nog in de jaren 30 leven. We leven in 2020, 2030. Daar leven we. Toch? Dus die fase ben ik al lang voorbij. Toch? We zijn veel verder vandaag in de wereld. Maar ik denk, één ding moeten we zeggen. We moeten niet kijken naar andere landen. Laten we in dit land mensen met artikelen beter van laten worden, waar ze uit leren, knapper van worden en dergelijke zaken, dan mensen uitschelden of bekladden. Daar maken we het volk niet knapper van. Toch? Dat is de oproep die ik heb gedaan. Laten we goede dingen schrijven. Dat is geen oproep. Je bent naar de rechter gegaan. Nee, ik praat in zijn algemeenheid. Ik praat in zijn algemeenheid. Ja, dat is geen oproep. Jij was gewoon boos. Jij wilde columnisten monddood maken. Nee, absoluut niet. Waarom heb ik andere columnisten niet monddood gemaakt? Die weten wat de regels zijn. Wat de spelregels zijn. Oké. Zo, ik heb in mijn leven 25% van ook geschreven. Ja, daarom denk ik van ja. Ja. Het past niet bij jou. Ja, ik heb ook veel geschreven. Ja. Internationaal, nationaal. Ik weet echt precies wat schrijven betekent. Wat ik nooit heb gedaan is een uitscheld artikel of een belediging. Dat heb ik nooit gedaan. Ik heb alleen maar positieve dingen gezien waar de hele wereld... Je mag kritisch zijn. Nee, dat is wat anders. Ja, kritisch, positief, dat mag. Maar waarvan mensen alleen maar beter zijn geworden. Ik heb nooit iets geschreven waar je dommer van wordt. Oké. Okay. Dat heb ik nooit gedaan. De minister van Openbare Werken, Riyad Noor Mohammed. Riyad, ik wil je bedanken. Eerste keer dat ik jou in jouw levende lijven zie. Ja. Dank je voor je tijd en mooie duiding van alles wat met politiek en OW te maken heeft. Ja. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.